City. Vandaag het tweede en laatste deel in onze serie Joodse vertellingen. We luisteren naar een lang verzwegen verhaal, naar de historie van ondergedoken Joodse kinderen. Een heel goede avond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leefden duizenden Joodse kinderen verstopt op zolders, in kloosters of bij boeren op het platteland. Ze hebben lang beschaamd gezwegen over wat ze moesten meemaken, omdat, zo meenden ze, hun verhaal niks te betekenen had naast het grote, afschuwelijke drama van de Holocaust. Ze voelden zich schuldig omdat zij overleefden. Zij hadden alleen maar geluk gehad. En toch. Ook het onderduiken heeft sporen nagelaten. De kinderen groeiden op, ver van hun ouders. Ze moesten zich voordoen als iemand anders. En dat bleek heel vaak ingrijpender dan velen lang hebben willen toegeven. Sommigen dragen nu nog hun valse naam van toen. En om deze kinderen te redden hebben bovendien anderen hun leven gewaagd. Tijdens de oorlog zijn er in ons land meer dan 4000 kinderen ontsnapt aan de uitroeiingsacties van de nazi's. 7 van hen vertellen nu hun verhaal. De historie van kinderen van de ondergrondse. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas? Yes, it is December 24th, Christmas Eve. Don't look at my cards. It must be so beautiful outside. If only I could breathe the air again. Who cares about breathing? I would eat. The other night. Paws are filthy. You're almost as disgusting as Jews. Why don't you keep yourself clean? Clean out your house. You live like pigs. Wanneer het Duitse leger België binnenvalt, slaan tienduizenden mensen op de vlucht naar Frankrijk. De hoop om daar een veilig onderkomen te vinden blijkt al vlug een illusie. De Duitsers zijn hen te snel af. Ook landgenoten van Joodse afkomst stranden op de overvolle wegen. De Duitsers gedragen zich correct en behulpzaam, maar sommige vluchtelingen horen onheilspellende verhalen. En mijn vader is zo weg op vlucht tot in Noord-Frankrijk en... Zoals u weet, de Duitsers hebben dus de Franse en de Engelse leger omsingeld. Hè. En dus mijn vader kwam terecht in een plaats waar hij niet meer verder kon. En dus hij besloot terug te gaan naar België. Hij had geen zin meer van te vluchten. En hij besloot terug te gaan naar België, naar zijn familie. En op die terugweg is er iets heel vreemd gebeurd... De Duitsers hadden dus toelating gegeven aan hun militaire vrachtwagens en auto's om de vluchtelingen die terug naar België kwamen mee te nemen om de wegen vrij te maken van al die bevolking die wegen dus moeilijk voor het leger maakte. En hij is zo opgenomen in een auto waar dat er een officier in was en een chauffeur. En op een geweten moment is die officier buiten gegaan. Mijn vader wist niet goed welke reden. En die chauffeur is daar alleen gebleven. En zonder zich om te keren heeft hem naar mijn vader gevraagd... Zijn ze Joden? Bent u Joods? En mijn vader heeft gezegd ja. Maar hij zegt, waarom stelt u mij die vraag? En die man zegt, ik heb niet veel tijd, want hij gaat terugkomen. Ik was vroeger communist, zegt hem. Ik ben het nu nog. Van 1933 af ben ik al in een concentratiekamp in Dachau.
Ze hebben ons daar gefolterd en alle slechts aangedaan. Ga naar huis. Zeg tegen uw medeburgers en medegelovigen ertoe dat ze zich verbergen moeten. En zo goed dat men zelfs hun schaduw niet kan zien. De nieuwe heersers kleuren door hun aanwezigheid het straatbeeld. Vele landgenoten hebben bewondering voor hun voorkomendheid, discipline en organisatietalent. Berichten over moeilijkheden in Nazi-Duitsland met Joden en communisten worden niet ernstig genomen. Hier zou het wel zo'n vaart niet lopen. En dus mijn vader kwam terug naar België. Waar ging een Jood toen? Bij de rabbijn, hè? Hij ging dus bij de rabbijn zeggen, voilà, rabbijn, dat en dat is gebeurd op de vlucht. Die man heeft me die woorden dus gezegd dat we moesten ons verbergen. En de rabbijn heeft dan gevraagd, wie? Wie is die persoon? Het is een voormalige communist die dus, dat ze buitgelaten hebben van een kamp omdat hem het uniform heeft willen dus dragen. En de rabbijn heeft geantwoord, oh, communisten, ja, die mensen kan men niet vertrouwen. En heeft er niet geloofd wat dat mijn vader dus hem waarschuwde eigenlijk. De Duitsers gaan er niet meteen hard tegenaan. Stapjesgewijs, ja. Eerst, er gebeurde niets in het begin. En dan, ja, jodenregister, ja, dat is werk niet. Winkelsluiten, wow, dat is werk niet. Trams alleen maar op het extra balkon, plafond, dat is werk niet, hè. Maar altijd gehoopt nog, de oorlog gaat zo lang niet duren. Het heeft 4 jaar geduurd. De Joden ondergaan de eerste maatregelen van de Duitsers eerder als pesterijen. Toch gebeuren er al snel akelige dingen, vooral in Antwerpen, waar veel Joodse vluchtelingen wonen. Dus die segregatie begon al heel sterk. En bovendien gehad dan de Zwarthemden, de Vlaamse SS, die manifesteerden tegen de Joden. Er was zelfs een soort pogrom in Antwerpen in 1941. Daar hebben ze de synagoog van de Van der Nestlei in brand gestoken. De Torahrollen eruit gehaald en op straat in brand gestoken. Ik herinner me nog, was nog een kind, toch wel een kind, 11, 12 jaar. Ik weet nog goed, opeens buiten lawaait. Ik ging kijken en ging zo te voet tot aan de synagoge van de Nestlei. Dat heb ik dus gezien. Alle ruiten waren ingeslagen en er was een brand buiten op straat. Natuurlijk, die Westzollen hebben ze buiten gesleurd en in brand gestoken. Er stonden veel mensen. Ja, ik zag er ook een paar van die Vlaamse SS-mensen en een paar Duitsers. Maar op dat ogenblik heb ik nog niet goed begrepen wat het zal worden. Het wordt duidelijk in 1942. De bezetters decreteren 2 belangrijke verordeningen. Het dragen van de gele Davidster, ook voor kinderen vanaf 6 jaar. En de verplichte tewerkstelling in werkkampen. Op de identiteitspapieren van onze Joodse medeburgers stond al in rode inkt het woord Jood, Jude, gedrukt. Al deze stap voor stap genomen maatregelen drijven de Joden nog verder in het isolement. Want ik kan me herinneren, de eerste dag dat ik naar school moest gaan met die ster, en ik woonde in Anton van Dijkstraat, en ik ging dus om de Belgelei op school, dat was niet lang, niet ver van elkaar. En ik ga op straat, maar heel langzaam met me aan het denken. Ik had het gevoel dat iedereen me bekeek met die ster. En op die ogenblik had ik het gevoel dat ik iemand anders was. En ik ging heel langzaam naar school. Ik had een beetje schrik. En ik kom daar te laat in het school. En ik klop op de deur met een kloppend hart. En de professor zegt binnen. Ik doe de deur open en iedereen bekijkt me. En meneer Adriaans, dat is de naam van een onderwijzer, die bekijkt me zo en die zegt, hallo, sheriff, je bent te laat. En natuurlijk was er een fantastische ambiance, iedereen lachte en sindsdien noemden ze me Sylvain de sheriff. En ik, als jongen die Van Hofkes leest, al die boekjes die vandaag niet meer kennen, van de sheriffs en van het Wilde Westen, ik dacht, nu ben ik een sheriff met een gele ster. Maar dat heeft niet lang geduurd, want ik begreep toen toch wel genoeg dat geen sheriffster was, maar wel een ster om te laten zien, gij zijt een Jood. En dat mag men van ver zien, gij zijt iemand die minder is, die anders is dan de rest van de bevolking. In mei 1942 moeten alle Joden zich aanmelden voor de verplichte tewerkstelling in kampen. Als ze niet meteen reageren, zorgen razzia's er wel voor dat alles wat sneller verloopt. De nazi's maken hen wijs dat ze naar Duitsland of nog verder naar het oosten worden overgebracht. De kinderen mogen ze meenemen. Zo blijft het hele gezin samen.
Groot verzamelpunt is de Dossin-kazerne in Mechelen. Vanuit de Jodenkazerne vertrekken nu bijna maandelijks treinconvooien naar een onbekende bestemming. Maar niet iedereen gehoorzaamt. En later, dan begonnen die verschillende arrestaties. Dat moest tegen 10 uur zijn. Ik hoorde veel lawaai op straat. En je weet zo, die kleine straten in Antwerpen in die dagen, er was geen auto of niks. En veel lawaai en geschreeuw en dan bonken van deuren, ook in ons huis. En dan kloppen ze op onze deur. Vader was natuurlijk nog wakker met moeder. Hij doet de deur open, daar staat een politieagent. Ik weet niet of de politieagent wel een van die hulpagenten of zo. Ja, binnen 10 minuten naar beneden. En toen heeft vader gezegd, met een Belgische politieagent ga ik niet. En heeft hem gewoon de deur in het gezicht gesmeten. En dat heeft ons gered. Want het hele thuis werd leeggehaald. 10 minuten nadien, toen die kwam, het licht was uit, stil, wij zijn er niet. En zo hebben ze toen die straat leeggehaald. Dat was de Kootvoorsbestraat, de Provinciestraat. Dat hebben mijn oom, mijn tante en mijn nichtje van 6 jaar genomen. Die zijn er niet meer. Ja, van mijn klas zijn er van de 32 jongens 28 verdwenen. Hier ook opgegaan. En de eerste die moest verdwijnen was ik. En mijn moeder is dus samen met Nanette en met mij naar Aarschot gegaan op een goede dag met de trein. En men heeft me willen ergens afleveren, maar ik wou niet blijven. Ik voelde aan dat er iets ging gebeuren en ik heb schijnbaar zo gehuild en tegengevochten dat uiteindelijk mijn Nanette, mijn zus, heeft gelaten. En die boerin die maakte zich zo'n zorgen over wat er aan het gebeuren was, dat ze zei, maar wat gaan jullie dan doen aan mijn moeder? En die zei, we hebben nog geen plaats. En dan zei die vrouw, wel, dan neem ik jullie alle drie. En dan 2 weken later, op een goede dag, is heel de familie, niet samen, maar in de loop van een paar uur tijd, sterf eraf, geen valiezen, geen pakjes, niks. Wel dubbel en dik en driedubbel dik aangekleed naar het Centraal Station gegaan, de trein genomen en ondergedoken. Dus we waren verplicht van zo vlug mogelijk te vertrekken en ergens onder te duiken. Dan zijn we dus naar de Terlingstraat gebracht geworden. En dat was een huis met 3 verdiepen, een bordeel. Waar dat dus alle Duitse soldaten naar de meisjes van plezier kwamen. Wij waren dus op het 3e verdiep. Wij mochten daar niet verroeren, niet niezen of hoesten. Een kind kon daar onmogelijk blijven, want je kunt een kind niet vastbinden. Nu, er waren dus 3 families. Een jong koppel, een vrouw hoogzwanger, die moest bevallen in korte tijd. Een ouder koppel, bejaard, vrome orthodoxe Joodse mensen. En dan wij gedrieën. Ik ben enig kind, dus mijn ouders. Nu, het toeval wil dat een van de meest belangrijke Joodse feestdagen is Yom Kippur, dat 8 dagen na nieuwjaar, het Joodse nieuwjaar, plaatsvindt. Dat is een vastendag. En Joodse mensen, voor hun is dat dé heilige dag. Normaal, in normale omstandigheden, gaan de mensen naar de synagoge of de Joodse kerk. En daar wordt dus met de shofar geblazen. Dat is eigenlijk een hoorn van een ram. En die oude heer, die zo vroom was, die zegt, het is niet omdat wij nu ondergedoken zijn, dat wij dat niet moeten eerbiedigen en respecteren. Nu, hij had niet een ram om erin te blazen, ik weet niet wat. En hij ging dus in een kleerkast. Die vrouw die heeft allemaal dekens gepakt om dus dat geluid te temperen.
En dan heeft mijn papa die deur van die kleerkast opengerukt. En hij heeft tegen die oudere man, alhoewel dat hem eerbied had voor een veel oudere mens, gezegd, dat gaat niet door, want u gaat ons allemaal in gevaar brengen. En dat gaat niet door. Die deur vloog open. Wo zijn die Joden? En mijn vader kwam uit de keuken te lopen, nam me in zijn armen, mijn tante erachterna. En ik begon te roepen, mama, 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 kom hier, zei mijn tante. En die Duits kwam naar mijn tante en vraagt, is dat uw dochter? Is dat uw moeder? Vraagt hij mij. Ik zeg, ja. En een kind vergeet gemakkelijk. Een paar minuten daarna riep ik haar. Ik zeg, tante. En die had dat gehoord. En zegt, wat is hier gaande? Ja, zegt ze, soms noemt ze me mama, soms noemt ze mij tante. Maar haar moeder is al lang gedeporteerd. Ja, maar mij moet je niet aanliegen, zei. En ze kreeg een vlaag dat ze op de grond viel. En we werden allemaal bijeengeschaard, in een camion gestoken. En mijn vader was de eerste die ze op de camion geduwd hadden. En dan zijn we... Nou, dat is de laatste herinnering dat ik van mijn vader heb. En zijn we naar de Begijnenstraat, dus naar het gevangenis hier in Antwerpen gekomen. Daar hebben ze ons een paar dagen naar het schijnt gehouden. En dan zijn we naar de kazerne, naar Mechelen. Vertrokken, weer op vrachtwagens. Ik ben dus geweest in dat zijn kazerne. Ze hebben daar gebleven 7 weken. We kregen daar eten, het toenmalige rantsoen. Het was niet veel, we hadden daar honger. Maar globaal genomen, het was eigenlijk nog een paradijs. Tegenover hetgeen later, dat we nog niet wisten. Hè. En na 7 weken moesten we allemaal alles nemen wat we hadden. En moesten dus buiten, was daar een trein. En die is die trein die ons dan bracht naar ja, onbekende bestemming, zo gezegd. Er waren nog gewone reizigerswagons. En ik denk bij mijn eigen, als ik wil vluchten, mag ik niet te lang wachten, want Berk is tamelijk klein. Ik ben uit de trein gesprongen, ging dus naar het toilet, venster geopend. Ik kon het moeilijk daar naar buiten wringen. En was een maan. Ik was een beetje bang als ik stap of wie mij ziet, kunnen ze gaan schieten. Hè. Ik heb geluk gehad. Ik ben dan gesprongen. Ik moet erop lachen, dat stenen. Ik ben op mijn veld gesprongen, maar je weet, winter, dat is hard. En dan viel ik dus bewusteloos. Eind 1942 zijn er al 20.000 Joden vanuit Mechelen naar Auschwitz gedeporteerd. Onder hen 3.700 kinderen. Vooraanstaande Joden organiseren het verzet. Ze stichten de hulporganisatie CDJ-JVC, Comité de Défense des Juifs, Joods Verdedigingscomité. Het CDJ bestaat uit 2 groepen. De ene bezorgde onderduikadressen aan volwassenen, de andere zorgde voor de kinderen. Deze organisatie heeft meer dan 3000 kinderen van de uitroeiing gered. Via een vernuftig systeem van koeriers werden de kinderen opgehaald en naar een onderduikplaats gebracht waar niet eens hun ouders ze wisten zitten. De koeriers waren meestal jonge vrouwen. Overal werden de kinderen verstopt, bij families op het platteland, in internaten en kloosters, in sanatoria en weeshuizen. Ik had een vriendin, die was met mij op school, op normaal school. En de moeder had zo'n soort kostschool, ja, een pensionaat. En zij had in haar school ongeveer 15 Joodse kinderen verborgen. En zij was natuurlijk in contact, die mevrouw, die directrice, was in contact met de CDJ. En de CDJ zocht iemand, niet-Joods, blond. Want het was gevaarlijk natuurlijk op de straat lopen. En zij heeft me gevraagd of ik wil in de CDJ, ik wil de CDJ helpen. En ik had natuurlijk, wanneer ik was onderwijzeres, had ik in mijn klas had ik kinderen gezien die waren aangehouden. Die kwamen op school niet meer. En ik vroeg, ja, maar waarom zijn die kinderen vandaag niet op school gekomen? En mijn antwoorden, die zijn
deze nacht door de Gestapo gearresteerd. En dan bent u kwaad geworden? Ja, natuurlijk, ik ben kwaad geworden. We hebben al de onderwijzeres van onze school hebben gezegd, ja, we kunnen toch niet zo blijven. We moeten toch iets doen om te helpen, om die kinderen te helpen. We moesten de ouders soms de ouders gaan bezoeken en te vragen, wilt alsjeblieft uw kinderen laten stoppen, we even gaan ze brengen. Of er waren mensen die in de straat woont, de ouders waren gepakt geweest en die mensen waren daar met die kinderen. En die kinderen moesten even gaan gaan. En dan, wij kregen, dat was een hele organisatie, adres van mensen, die adressen aan van waar kinderen waren. En we moesten daar gaan bezoeken en afspraak nemen voor te brengen daar of daar. We vonden in die brievenbus, we vonden kleine papiertjes zo, met een adres, hè, twee keer bellen of aan het venster van de kelder kloppen. En daar, we wisten niet hoeveel kinderen waren, wie waren dat voor kinderen. Dus we moesten die adres van buiten leren. En dan, we gaan een bezoek brengen aan de ouders. En ik zeg direct, maak de valies. En ik probeer morgen of overmorgen het kind komen halen. Ik kwam terug bij mijn collega en ik zag in een ander boek waar plaatsen waren voor die kinderen. En dan zegt hij, ja, dat kind heeft een hele Joodse tip, moet niet in een klooster gaan. Want direct zal hij... Il va être trop visible pour les autres. Dus die kinderen gingen in een privéfamilie. Maar het was ook moeilijk voor die kinderen die kwamen in een klooster. Ja, die kinderen hadden nooit van katholieke religie nooit gehoord. En die moesten van één dag tot een ander naar de mis gaan. En allerlei dingen. En het waren kinderen die kwamen uit Antwerpen, die moesten naar Bergen of naar Luik. En daar spraken ze geen woord Nederlands. En de kinderen wisten niet. En iedereen lacht omdat ze Le cuillère zegt en le fourchette en zulke dingen. Het was ook moeilijk voor die kinderen. We hebben dus de trein genomen met die vrouw. En de hele tijd heeft ze tegen ons gezegd, u heet niet meer David en Abraham Inovlocki. Jullie naam is nu Albert en Daniel Merks. En zo heeft ze dat een lange tijd ons laten hernemen en herzeggen, mijn naam is David, is Daniel Merks. En ik ben dus katholiek. En ik weet niet waar mijn ouders zijn, ze zijn verdwenen in een bombardement. En je mag nooit zeggen dat je bent Jood. Dan, de kinderen begrijpen, de grote begrijpen dat heel goed, maar kleine kinderen die vroegen, maar waarom mag ik dat niet zeggen? Is dat slecht? En waarom mag ik niet mijn echte naam geven? Het was een les gedurende de reis. En weet u, eens was ik met een meisje zo op trein en ja, het was een heel lief meisje en een vrouw vraagt ze, och, wat een mooi meisje, is dat jouw meisje? Ik zeg, ja, het is mijn kind. En hij, oh, wat is uw naam? Een kind zegt, moet ik de echte naam zeggen of de andere? Toen heeft ze mij gebracht dus naar de centrale statie in Antwerpen. En er was een groepje kinderen die samengebracht waren door andere mensen, die ook aan de weerstand dus deel uitmaakten. En dan zijn we dus naar Brussel met een trein. Naar Brussel-Zuid, daar ben ik 100% zeker van, want ik herken het. En in Brussel-Zuid hebben ze mij dus Annelientje een valse naam gegeven. Ik heette Nerings en ik mocht een voornaam zelf kiezen.
Ik weet niet waarom. Regina is niet typisch Joods, want dat komt van het Latijn, koningin, zover dat ik weet. Ik heb gezegd Lea. Iedereen was er niet van op de hoogte. Enkele zusters wel. Ik onder andere, van als ze die kinderen binnenbrachten, moest ik wel in de spreekkamer komen omwille van trousseau en al van de kinderen, omdat ik er zelf voor zorgde. Plus hadden wij ook een Duitse zuster, zuster Rodriguez, die magnifiek gewerkt heeft in zijn oorlog. Niet alleen voor onze school, maar de geburen. Mensen die last kregen met de bezetting, kwamen hulp vragen en zij trachten dan dat uit te vechten met de nieuwe bezetters van het land. Dan ging men dan weer eerst bij de zustertjes van Sint-Vincentius à Paula, gekend bij de schoene kappetjes, de bekassinnetjes. En daar zit zo'n zuster. En ze begint mij te ondervragen, uw naam. Ja, je moet echt een naam zeggen, je beschrijft dat op. En toen was ik Sylvain van Erp. Ik heette vroeger Salomon Sami Brachveld. Maar die Sylvain die kende me nog altijd, hè, want die naam heb ik behouden. Van al die jaren. Ik ben geen Salomon niet meer. Die wouden ze doodkrijgen. Er is geen overlevende, die Sylvain. Ik wist vanaf het begin heel goed dat ik niet meer mijn eigen naam mocht hebben. En dat ik niet mocht zeggen dat ik Maler heette, maar wel Marlier. Ik moest zeggen dat mijn vader in Duitsland werkte. Ik mocht aan niemand niet dit of dat zeggen over mijn eigen familie. Ik mocht wel spelen enzovoort met de kinderen, maar ik mocht bepaalde spelletjes niet meedoen. Bijvoorbeeld nooit gaan zwemmen. Want zwemmen in de zomer in de beek of in zo'n moeras, zwempakjes bestonden niet. En al de kleine jongetjes van mijn leeftijd, die zwommen uiteraard poedelnaakt. En dan zou men gezien hebben dat ik besneden was. Dus dat mocht niet. Een andere geliefkoosde bezigheid van jongens is wie om het verst kan plassen of wie kan over de beek plassen. In dat soort wedstrijden mocht ik nooit meedoen. Dus ik besefte wel dat er een gevaar was. Ik glaube, ik weet waar hij is. De vernietigingsmachine van de nazi's loopt gesmeerd. Maar de Duitsers begaan één belangrijke tactische fout. Door de brutale vervolgingen groeit bij een groot deel van de bevolking sympathie en medeleven met de vervolgde Joden. Vele anonieme landgenoten verbergen op eigen houtje Joodse kinderen. Een levensgevaarlijke vorm van solidariteit. Mijn vader had als kennis de zekere heer Tigier. En Tigier was een Jood. En Tigier, in de tijd dat ze dan in die tijd, moesten ze dus al een gele ster dragen. Hè? Dat drogen ze dan links, een gele ster nogal groot. En Tigier hield er altijd dan een kartabeltje voor of iets in die nacht. En op een schone dag zegt hij tegen mijn vader, ik heb drie kinderen. En zegt hem, als er mij iets overkomt, wil ervoor zorgen. En mijn vader heeft hem dat beloofd. En uiteindelijk, dat waren twee jongens, rond de 10, 11 jaar, en een meisje ook van, ja, die een ouderdom. Tuurlijk, ze kunnen allemaal geen 13 jaar zijn, hè, of 12 jaar tegelijk. En dan zijn die bij ons komen inwonen. En mijn vader heeft ze dan valse identiteitskaarten gegeven, waar hun ouderdom verschillend was, en hun voornaam, onder andere Maurice, die eette als Jood Abraham. Hè? En ja, dat was Maurice geworden. En die kinderen die zijn dan geruime tijd bij ons gebleven, totdat ons moeder ook zei, je kunt toch nooit weten wat er gebeurt. En dan zodoende is dat kindje bij ons aangekomen en dat is gebleven tot in 45. Dat was 11 jaar als het bij ons gekomen is. En ze heeft haar laatste woorden die haar moeder gesproken heeft ze dikwijls herhaald. We gaan u brengen bij brave mensen, die zullen goed voor u zorgen, maar wees nu een groot meisje.
En zodoende is ze bij ons aangekomen. En ze heeft van de ganse oorlog haar ouders niet meer gezien. Haar ouders hebben het kind niet zien opgroeien. En dan zijn de ouders die zijn doodgeschoten op het heel einde van de oorlog. We moesten dan ook natuurlijk aan voedsel komen voor die kinderen. We moesten ook hun zegeltjes krijgen. Want zo konden wij die ook niet onderhouden. Dat kost heel veel geld, hoor. Al die kinderen te plaatsen. Het meest van het geld kwam van de Belgische regering in Londen. En dat geld komt van de Nationale Bank hier in Brussel. Maar die hadden het order gekregen, het bevel gekregen van Londen. Een ander deel van het geld kwam uit Amerika. De Joint, het was een Joodse organisatie. Het geld kwam in Zwitserland. En een van ons ging in Zwitserland dat geld halen. Het laatste keer hij is aangehouden geweest naar Auschwitz en niet nooit teruggekomen. Eenmaal op de tram in Brussel. De politie komt op de tram, stopt de tram. We moesten uitgaan. De mannen tegen de muur, fouilleren, paspoort en alles laten geven. En ik was juist met een valse identiteitskaart voor een meneer. Ik heb niet gepanikeerd, maar ik had die kaart gestopt. In die tijd we hadden identiteitskaart met drie volets. En ik had ze in drie gedaan. Hè. En in het middel, ik had die valse identiteitskaart. En de Duitser heeft mij een identiteitskaart gegeven. Ik heb het zo, met een schone glimlach. Ik was jong, hè. En hij heeft niks gezegd. Ja, ik wist dat het gevaarlijk was, maar... Het was in ieder geval was het niet zo gevaarlijk voor mij dat voor mijn Joodse vriendinnen. Voor mijn Joodse collega was natuurlijk een trein nemen, een tram nemen. Alles was gevaarlijk. Hè? Voor mij was het niet zo gevaarlijk. En wanneer u 25 jaar oud bent, hebt u geen schrik, vind ik. Papieren, bitte. En plots hoor ik, dat kind ziet Jüdisch aus. In Gestapo, man. En een schaterlachen van die twee. Officier, ja, gij van de Gestapo, je zit overal Joden. Zeiden niet dat dat gewoon een jongetje is van hier? Ik had geluk, denk ik, dat er nog een madameke was, want misschien hadden we mijn boek had laten afnemen, dan hadden we meteen gezien dat ik Jood was. Maar er was een madameke naast mij. Aujourd'hui, je m'adresserai particulièrement aux plus jeunes d'entre vous qui vont faire leur communion solennelle dans quelques semaines. Het CDJ deed voor een groot deel een beroep op katholieke instellingen om Joodse kinderen te verbergen. De katholieke kerk heeft nooit officieel en openlijk stelling genomen tegen de deportaties. Maar achter de schermen heeft ook de hogere geestelijkheid op alle mogelijke manieren geholpen om Joodse kinderen en volwassenen een onderduikadres te bezorgen. En dat er in die jaren soms een overdreven bekeringsijver ontstond, moest men er maar bij nemen. Dat was de ochtendmis en er werd gebeden. Dus dan doe je mee, hè. Een kindje dat doet mee, zoals het gevraagd wordt. Maar ze hebben ons helemaal niet gedwongen. Ik vond dat fantastische mensen. Zeker nu als ik volwassen ben. En als ik zie wat gevaar dat die... Maar zelfs de andere nonnetjes wisten niet. Enkel de hoofdzuster, zij... maakte deel uit van de weerstand. En zij was de enige die er iets van wist. Op een dag ging ik naar de kerk. En dan, zoals we elke zondag kregen, kregen we zo een missel voor te bidden. En ze dus op een gegeven ogenblik, op een zondag, ik doe mijn missel open. En wat zie ik? Kuifje. Een striptekening. Ik zeg, wat is dat? En ik kijk naar de priester en hij pinkt. Ik dacht, wat gebeurt er hier? Nou, wat is er gebeurd? Die priester die had gehoord dat mijn familie, dat Joodse mensen waren en dat die verstopt waren in Meillan. En dan
Ik vind het toch een fantastisch gebaar. Hij had mij kunnen beïnvloeden, proberen te bekeren enzovoorts. Hè. Nee, hij heeft dat op een hele fijne manier gedaan. Vertel je, dat is symbolisch. Ik moest alle dagen meegaan naar de mis. Vond ik zo erg niet. Ik mag niet naar de biecht gaan, begrijpelijk, hè? En die hostie is allemaal niet voor mij. Maar ik weet nog ook met de kerstmis, de middernachtsmis, was er een koor in de abdij van Dienland, hè? Precies engelen die aan het zingen waren. Dat was buitengewoon. Dat heeft me nog sterk beïnvloed. Maar ik heb me nooit uit mezelf willen overtreden tot een ander geloof. Dat is nu geen godsdienst, dat Jodendom. Mag ik ze lesgeven in godsdienst? Ze was godsdienstlerares. En dat mocht dan. En dan heeft Degenbouts een examen afgenomen van die kinderen en gezegd, voilà, zegt hem, ze zijn op de hoogte van hetgeen dat ze moeten kennen volgens hun ouderdom. We gaan ze hun plechtige communie laten doen en het vormsel geven. En dat is dan gebeurd. De Joodse weeshuizen, die onder de rechtstreekse controle stonden van de Gestapo en van de AJB, Association des Juifs de Belgique, vormen een apart hoofdstuk in het verhaal van de ondergedoken kinderen. Het illustreert perfect de sinistere tactiek van de nazi's om de Joodse en de Belgische bevolking gerust te stellen. In die weeshuizen verbleven zo'n 500 kinderen. In 1944 hebben de Duitsers nog geprobeerd alle Joodse wezen naar Auschwitz te deporteren. Ja, maar wat doen jullie met wezen onder 16 jaar die niemand hebben? Met familie, dat gaat wel, want die hebben niemand. Of oudere mensen boven de 65 die niemand hebben. En toen hebben de Duitsers met hun psychologisch inzicht gezegd, jullie kunnen ouderlingentehuizen en kinderthuizen openen. En je kunt die kinderen daar laten. Voor hen was het geen probleem. Want de dag dat ze die wouden arresteren, waren die allemaal mooi samen en één camiontje sturen en het was weg. En dat hebben ze ook willen doen. Uit de kazerne ben ik in een wezenhuis in Brussel terechtgekomen. In Wezenbeek op Hem. Weeshuis stond onder het toezicht van de Gestapo. Dat wil zeggen dat wij kinderen daar de gijzelaars van waren. Ze moesten ergens toch een voorbeeld geven dat ze Joodse kinderen, toch niet al de Joodse kinderen, weghaalden. En ik heb daar Frans, dus in dat weeshuis Frans leren spreken. Ik kan me nog herinneren dat we in de tuin werkten. Dus planten, onkruid uittrekken en zo. En op een bepaalde dag werd er boven ons hoofd geschoten. Moesten we op de grond gaan liggen. En de Gestapo waren uw oefeningen aan het doen, hoe ver dat ze konden mikken. En dan werden we binnengehaald en de volgende dag kwamen ze zien of dat iedereen er wel was. En die weeshuizen zijn dus door de SS'ert en onder de toezicht van van de Vereniging van de Joden van België dus opgesticht en was onder de toezicht en onder volle controle van de SS'en. En in 24 uur moesten wij alle kinderen weghalen van die kinderhome. Het was een ontzettend werk. In die tijd heb ik oproep gemaakt op alle vrienden en oude collega's van school. Want natuurlijk, we konden niet 20 kinderen meenemen en met 20 kinderen een tram gaan. Dus we hebben alle 1 kind genomen, 2 kinderen genomen, 3 kinderen genomen en in verschillende bus en tram. Sanders dacht, de Gestapo is gekomen met grote camion, alle kinderen wegnemen. Ze hebben alles leeg gevonden. Toi, tu serais pas juif? Ton nom? Pierre de la Rosière. Va te mettre contre le mur. Achard, Bruno, Daigo Jong, Emmanuel. Meer dan 4000 kinderen ontsnapten tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de systematische vernietigingsacties van de nazi's in België. Dit betekent iets meer dan de helft van het aantal Joodse kinderen dat in 1940 geregistreerd was. De redding van zo'n groot aantal kinderen was tot voor kort maar een voetnoot in de geschiedenis. Voilà.
De ondergedoken kinderen hebben heel lang gezwegen. Uit respect voor hun ouders en familie. En soms ook uit schuldgevoel. Waarom leefden zij nog en duizenden anderen niet? Welk recht had ik? Met welk recht mocht ik klagen? Geen enkele reden. Ik heb twee niet ongelukkige jaren doorgebracht. Ik heb niet in een concentratiekamp gezeten. Ik ben niet gemarteld geworden. Ik kreeg te eten. Ik had het niet koud. Ik had aandacht. Er waren een aantal beperkingen, maar goed, iedereen had beperkingen. Met welk recht zou ik klagen wanneer 3/4 van mijn familie vergast is geworden? Dus wij hebben voor onszelf ook nooit ons niet werkelijk als slachtoffers opgesteld. En dus, men heeft tot zo ook in de oorlog leren te zwijgen. We hebben onze naam veranderd, we hebben onze identiteit veranderd, we hebben ons geloven veranderd. We hebben geleerd te zwijgen. En we hebben gezwegen, 50 jaar lang. Een schuldgevoel niet, maar het geeft veel materie tot nadenken. Hoe komt het dat ik het geluk heb gehad? Wel, ik, als ik het analyseer, zou ik zeggen dat mijn vader de intuïtie had van een heel groot gevaar. Want eigenlijk, al neemde een dier dat geslacht moet worden, dat voelt dat aan. Heel veel ouders hebben hun kinderen getraumatiseerd. Die kinderen hebben zich zo vereenzelvigd met de problemen, vooral van degenen die terugkomen zijn uit de kampen, dat ze dat niet konden eigenlijk verteren, konden opnemen. En ze zitten nu met een trauma, de kinderen. Want het is zo afschuwelijk wat er daar gebeurd is. Men kan niet begrijpen, die mensen waren eerlijk. Dat waren brave mensen. Waarom zijn die zo gestraft geweest om te moeten vernield worden? En waarom zijn de anderen gebleven? Die onjuistheid van die situatie is abnormaal. Dus men heeft een schuldgevoel, waarom zij en ik niet? Waarom voel ik me schuldig? Omdat ik leef. Van de ondergedoken kinderen was het tweede en laatste deel in onze serie Joodse vertellingen. Volgende week laten we een familie van avonturiers aan het woord. Hi, ik ben Frans. Hallo, ik ben Kay. Volgende week vertel ik in histories hoe ik in een kwart eeuw 6 oceaanexpedities heb voltooid. Ik zal het ook hebben over mijn nieuwe expeditie met een ballon naar een eenzame hoogte. En ik mag niet eens mee. En Kay heeft nochtans bewezen dat ze niet vlug bang is. Samen met Fons heeft ze de oceaan overgestoken op een zelfgebouwd vlot. Een van de vele wonderlijke vaartuigen die Fons Oerlemans heeft bedacht en in elkaar gezet. Volgende week vertelt de Vlaamse Odysseus zelf over zijn plannen en avonturen. Heel graag tot dinsdag.